dit is mijn protest hier tegen, want ik vind het gewoon kolder wat ze aan het doen zijn. Marjan Boon is al 9 jaar ondernemer in IJsselstein. Voor de deur van haar delicatessenwinkel zet ze graag een terras. Maar nu hebben ondernemers te horen gekregen dat terrassen niet meer mogen. Dat stond in een brief. Van 1 november tot 1 april geen terrassen buiten meer mogen, geen bloemen, geen niks. Ondernemers zijn verbaasd. Afgelopen jaren stonden er namelijk gewoon terrassen in de binnenstad. De gemeente laat weten dat deze regel er al sinds 2006 is, maar dat in coronatijd de regels waren versoepeld. Ja, als er nog een beetje gezelligheid moet zijn in deze stad, dan maken die terrassen het wel. In de wintermaanden dus geen terras. Maar er zijn meer plannen voor de binnenstad waar Marjan en andere ondernemers zich zorgen over maken. Je mag niet meer met de auto het binnenstadje in. Dan mag de busjes met de bezorgers, die mogen straks het stadje niet meer in. Er mogen geen fietsers meer. Je mag gelukkig nog wel ademhalen. Dat is het enige weinige waar ze nog geen bezwaar tegen hebben. En ook laden en lossen mag straks niet meer voor de deur. Ja, als ik niet meer kan laden en lossen. Ik kan al die zware spullen die ik moet inkopen, kan ik niet van het parkeerterrein hier naartoe gaan lopen slepen. Dus ik weet begot niet waar ze mee bezig zijn, maar dit is echt, wat ik zei, de nekslag voor het centrum.